Hoi allemaal, ik heb weer een keer een unboxing video voor jullie. En ik zat al een tijdje te wachten op dit pakket. Dit heb ik gepre-orderd een tijd terug bij Buiten de Lijntjes. En zoals jullie zien hebben ze er weer een prachtig pakketje van gemaakt. En afgelopen week kwam het binnen. Ik heb het dus nog niet uitgepakt. Heel lastig om het niet uit te pakken. Maar dat wilde ik graag op camera doen. Het is een nieuw Travelers Notebook van Travels Company, voorheen Midori. En het is echt vers van de pers. Een splinternieuwe kleur die is uitgekomen. Als je Buiten de Lijntjes volgt op Facebook of op Instagram, dan heb je het waarschijnlijk wel ook al voorbij zien komen. Maar ik vond het toch leuk om het eventjes aan jullie op mijn kanaal te laten zien. En ik kreeg er dus een pakketje binnen en daar zat dit cadeautje in. En nog een zakje met losse goodies. Dus die ga ik eerst even openmaken. Dit zijn trouwens echt te leuke envelopjes om ook weer in je notebook te gebruiken. Dus die bewaar ik altijd. Dus even kijken. Nou, daar zit een kaartje in van Travelers Notebook, van Travelers Company. En daar staat informatie op. En daar staat ook op welke items dat er allemaal te koop zijn. Dus welke kleuren standaard zijn. En ook welke inserts dat er zijn. Zowel voor de regular size als de passport size. Dus ja, dat is leuk om te bewaren als informatie. Dan zit er een superleuk kaartje bij met allemaal notebook items erop. Ziet er gewoon heel mooi uit. Die kan ik ook wel mooi als een tip-in gebruiken. Dit is een zakje thee. Liche thee. Lekker, ik lust graag thee. Kaartje van Buiten de Lijntjes. En nog een kaartje met geniet van je aankoop. Groet Henny en Jacqueline. Zij doen altijd een persoonlijk kaartje bij alle bestellingen. Dat maakt het echt heel persoonlijk. Vind ik echt heel erg leuk dat ze dat altijd doen. Oh, en nog een zakje thee. Nou, leuk. En als laatste een zakje met paperclips. Nou, is dat nou niet super aardig? Twee hele mooie paperclips. Om in je notebook onder andere te gebruiken. Super, super cool. Heel blij mee. Dus als jullie kijken, Henny en Jacqueline, dank jullie wel. En dan over naar het cadeautje. Het papier is echt heel mooi, hè? Ik ga het proberen heel voorzichtig open te maken. Want dat papier kunnen we natuurlijk wel weer gebruiken. Het is in elk geval heel goed dichtgeplakt. Ik hoop dat ik hem er zo uit kan schuiven. Dan kijk ik later nog even naar het papier. Ja, dat kan ik. En wat zien we dan? Dan zien we het Travelers Notebook Olive Edition. Met een olijfgroen kaartje erin. Hier staat ook Olive, de kleur van het notebook. En dan zie je wat erin zit. En dat is een zakje, een pouch voor om het notebook zelf. En een 03 insert. En dat is heel fijn, want die gebruik ik altijd. Laten we hem open gaan maken.
boven. En een extra elastiek zit er ook bij. Dus ook een olijfgroen elastiek wat er omheen zit. En dan maak ik hem open en dan zien we dus dat er een pouch om het notebook heen zit. En dan, dit is een, is het ook olijf? Ja, ook een olijfgroene elastiek die er nog extra bij zit. Maar deze elastiek die hier omheen zit, die kun je ook nog eraf halen en gebruiken. Nou, hier zie je dus informatie, hoe je care to leather items, hè, hoe je hem kan, leer kan verzorgen. Dat zit er altijd wel in. En de leer, de geur van het leer, die is echt best wel sterk van dit notebook. Ik ga hem even eruit halen. Wauw. Dit is dus de kleur. Die vind ik heel erg mooi. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Het is echt een hele mooie olijfgroene kleur. Maar het is ook een olijfgroen elastiek. En dan hou ik even deze hier naast elkaar. Ja, het is allebei dezelfde kleur. En het is heel zacht, mooi leer. Echt heel zacht valt me op. Mooi. Deze, de binnenkant ook. Die is nog zachter dan mijn camelkleurig notebook. Dit voelt echt een beetje als suède aan. En dan is het echt, zoals je van alle Travelers notebooks van Travelers Company mag verwachten. Dat er dus, even kijken, deze even loshalen. Er zitten twee elastieken in om inserts in te doen. En een touwtje wat als boekmark dient. En dus de 03 blanco pagina insert, waar je mij tot op heden eigenlijk wel altijd in ziet werken. En ik vind dit notebook echt heel erg mooi. Ik ben hier heel erg blij mee. Ja, het is echt weer wat anders ten opzichte van de Camel. En ik heb... Soms vragen mensen wel eens van, hoe heb je nog niet genoeg notebooks? Nee, volgens mij heb ik nooit genoeg notebooks. Maar ik wissel dat graag af. Dat vind ik fijn. En ik vind ze mooi. Dus het is als een soort van accessoire voor mij. Zoals je van tas wisselt, kan ik ook wisselen van notebook. En deze is echt heel mooi. Als je net zag, probeerde ik wat een klein... wit stofje of iets ervan af te halen. Dan heb je een kleine mark met je nagels. Die wrijf je er ook zo weer uit, omdat het leer echt heel soepel is. Maar ik vind het ook wel heel mooi als het leer gaat leven. Dus als je wel gewoon gebruikerssporen krijgt op het leer. Ik denk dat ik hiermee alles heb laten zien. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om hiernaar te kijken. Ik vond het in elk geval wel leuk om weer een keer een unboxing te maken. Zeker als het van iets is wat zo mooi is als dit notebook. En ik zie jullie graag weer bij de volgende video. Tot ziens!